De grootste lokale partij Burgerbelangen Amstelveen doet niet meer mee bij de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders. Wat is er gebeurd de afgelopen weken? De Amstelveense Kinderraad biedt de nieuwe gemeenteraad een 10-puntenplan aan. Wat kan er volgens kinderen beter in Amstelveen? Wat doet wethouder Marijn van Ballengooien aan het probleem van de te laat komende taxis en busjes voor ouderen en gehandicapten? En welke vraagtekens plaatst de SP bij het functioneren van het Amstelveense werkplein? Dag dames en heren, van harte welkom. Dit is de derde aflevering van Beslist in Amstelveen. Het programma van RTVA over de gevolgen van de gemeentepolitiek voor u als inwoner van Amstelveen. Minder dan een half uur en u bent weer helemaal bijgepraat. Eerst het nieuws over de formatie van het nieuwe college dat kort voor het weekend bekend werd. Dat nieuwe college van burgemeester en wethouders van Amstelveen wordt, als er niet iets heel geks gebeurt nog, gevormd door VVD, D66, PvdA en de nieuwe lokale partij Goed voor Amstelveen. En net als 4 jaar geleden zal de grootste lokale partij Burgerbelangen Amstelveen opnieuw niet meedoen en de oppositie ingaan. Ik praat dus over met Ruud Kootker van Burgerbelangen, maar laten we eerst even kijken naar een samenvatting van de anderhalve maand naar de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. VVD, D66 en Partij van de Arbeid verloren hun meerderheid. Ze hadden samen nog maar 18 van de 37 raadzetels. En toch liet VVD-leider Herbert Raad, die zelf ook 2 zetels had verloren, meteen weten dat hij graag verder wilde met de PvdA van Marijn van Ballengooien. Wij hebben de afgelopen 4 jaar met elkaar gewerkt. Wij kenden elkaar niet. En dat is zeg maar toevallig gekomen 4 jaar geleden. En ik moet zeggen, we hebben... elke dag als we elkaar tegenkomen is het gewoon een glimlach. En ik hoop dat het nog 4 jaar door mag zitten. Maar er was meer die verkiezingsavond. De lokale partijen wonnen, net als elders in Nederland. Burgerbelangen ging van 4 naar 5 zetels. En Goed voor Amstelveen kwam vanuit het niets op 2 zetels. Ruud Kootker van Burgerbelangen had zelfvertrouwen. Zo leek het op 31 maart, de avond van de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Wat nodig is, mevrouw Koorden zei het ook al, is een stabiel bestuur. Een bestuur dat de uitdagingen aan wil gaan die voor ons liggen. In onze ogen is dat een bestuur waar ook BBA aan deelneemt. Burgerbelangen Amstelveen is bereid en is er klaar voor samen met andere partijen onze Amstelveense toekomst vorm te geven. En Goed voor Amstelveen hield zich bij monden van Jacqueline Hucker een beetje op de vlakte. De VVD en D66 zijn opnieuw de grootste partijen. En dat geeft ook aan dat er geen grote verschuivingen zijn geweest en dat er al een jarenlang fundament aanwezig is. Wij hopen dan ook op een hele fijne samenwerking met u allen om vooral de goede dingen te doen die Amstelveen nodig heeft, maar die ook soms complex zijn. VVD-leider Herbert Raad en Floor Goren van D66 gingen als verkenners aan de slag en al snel, namelijk op maandag 4 april, maakten ze bekend met 2 lokale partijen te willen doorpraten over de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders. Dat wil zeggen een college met of burgerbelangen of een college met Goed voor Amstelveen. En even leek het erop alsof VVD-leider Herbert Raad zijn keuze al had gemaakt. Ja, ik heb een voorkeur, want ik wil graag een goed team hebben. Een team wat ook als het wat moeilijker gaat, dat je dan zegt van we gaan elkaar helpen. En dat is waar ik naar op zoek ben. Want daar gaat het over als je een goed college van BNW wil samenstellen. Floor Goren van D66 zei vooral dat er over de inhoud nog gesproken moest worden. Daarna pas zou een keuze gemaakt worden tussen burgerbelangen en Goed voor Amstelveen. We kunnen allemaal de verschillen goed uitlichten na de verkiezingen, maar misschien is er toch op heel veel vlakken wel overeenstemming te bereiken, wat je niet leest uit een samenstelling van partijen op papier. Dus dat vergt gewoon een goed gesprek. En wij willen gewoon niet de fuik in dat we gelijk 1 voorkeur uitspreken, andere uitsluiten, terwijl dat misschien tot een beter akkoord voor Amstelveen leidt. Ja, meneer Kootker, net als 4 jaar geleden, Burgerbelangen doet niet mee. Afgelopen vrijdag is u dat meegedeeld. Hè? Hoe ging dat? Ja, dat wordt je eenvoudig meegedeeld. Ik werd uitgenodigd door de wethouders Goren en Raad om even langs te komen. Dus ik ben aan tafel gaan zitten. En nadat we en BBA overstelpt werd met complimenten, was de tweede mededeling. Maar desondanks gaan we niet met jullie verder. En wat was het motief daarbij dat u gegeven werd? Ja,
Eigenlijk heb ik daar geen motief voor gehoord. Het is een beetje gissen, een lichte voorkeur voor. De consultatie van de fracties. Een duidelijke reden om dit inhoudelijke punt, of deze grote verschillen, of vanwege uw positie in de raad als derde partij, vinden we u te klein? Ik heb het niet gehoord. Nee. Nou zei Floor Goorn net in het fragment wat wij lieten zien, zei ze van we gaan de komende periode, dat is dus de maand april, gaan we praten over de inhoud. Is dat gebeurd? Ternauwernood. Wij hebben een aantal gesprekken gevoerd met VVD en D66. We hebben een gesprek gevoerd met VVD, D66 en Partij van de Arbeid erbij. In die samenstelling hebben we wel gesproken over verschillen in bijvoorbeeld het woningnoodprobleem. Ja. Daar zijn geen besluiten gevallen, daar zijn geen punten uitgediscussieerd. Ik heb ook daarna nog wel, of daarvoor moet ik zeggen, apart gesproken met de Partij van de Arbeid. Want u weet, BBA was een voorstander van. Dit college had zijn meerderheid verloren. Hè? VVD 2000 stemmen verloren. D66 700 stemmen verloren. Partij van de Arbeid wist zich te handhaven met zelfs wat winst aan stemmen. Voor ons was dat een hele duidelijke reden om te kiezen voor een vierpartijencollege. En dus we hebben ook nog apart met de Partij van de Arbeid gesproken en met elkaar gekeken wat zouden we nou voor elkaar kunnen betekenen in de samenleving. Ja, maar dus niet echt over de inhoud. Wij waren vanochtend bij Floor Goorn, een van de onderhandelaars, en we hebben haar gevraagd, is er nou gesproken over die inhoud of niet? Laten we even kijken wat ze zei. Nou, we hebben in alle gesprekken is er wel degelijk inhoud aan de orde geweest. Met name de punten waar verschillen we op, waar denken we die te kunnen overbruggen. En bij de ene partij zijn we daar wat verder al mee gekomen dan bij de andere. Wat is de reden om de keuze te maken? Met een keuze tussen aan de ene kant goed voor Amstelveen en aan de andere kant burgerbelangen Amstelveen. Waarom heeft u deze keuze gemaakt? Ja, deze keuze heb ik niet gemaakt. Al onze fracties zijn geraadpleegd en daar zijn alle voor- en nadelen van de samenstellingen besproken. En dat was ook geen makkelijke opgave, zal ik u echt in alle eerlijkheid zeggen. Er zijn een aantal hele goede partijen met een goede toevoeging aan de twee zittende partijen die de gesprekken voeren. En onze fracties hebben de voorkeur uitgesproken voor de variant met PvdA en Goed voor Amstelveen op dit moment. Waarom? Een toevoeging aan hetgeen wat wij al met elkaar hebben vastgesteld. En wij denken dat zij gewoon qua cultuur, samenwerking, maar ook qua inhoud goed passen. Maar dat gaan we de komende weken met elkaar nader ontdekken. Ja, cultuur, samenwerking, inhoud, het speelt allemaal een rol. Ja. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind het een praatje meel in de mond. Kijk, ik begrijp wel hoe de situatie in elkaar zit. Wij waren als BBA de enige van de 10 partijen in de Raad die zetelwinst boekte. We boekten 4 jaar geleden 1000 stemmen meer, bleven we in zetels gelijk. We werden toch uit dat college gedonderd. Nu opnieuw hebben we een zetel erbij. We hebben meer stemmen erbij gekregen en opnieuw mogen we niet meedoen. Het lijkt erop alsof de BBA, naast VVD en D66, een volwassen partij is. Die op inhoud mee heeft gedaan de afgelopen jaren. Die heeft laten zien dat we ook verantwoordelijkheid kunnen dragen met wethouders als Bot en Levy. Ja, en dan wordt het misschien wel wat heet onder de voeten van VVD en D66. Maar wat mij nou enorm dwars zit, en dat zit me echt dwars. We hebben het elke dag met elkaar over vertrouwen in de politiek. We moeten terug naar onze burgers. Die burgers moeten het begrijpen. Burgers begrijpen hier geen zak van. Laat ik daar heel duidelijk over zijn. Ik ben overstelpt het hele weekend met telefoontjes, met berichtjes, met mailtjes, met appjes van mensen die zeggen, wat is dit voor totale idioterie? De derde grootste partij van de stad wordt voor de tweede keer uit het college gehouden. En als het nou zo zou zijn, dat je een verschil had op inhoud, je zegt, daar kom je niet uit, dan kan ik daar vrede mee hebben. Maar cultuur, samenwerking, inhoud, over die inhoud zijn we nog nauwelijks goed begonnen. Maar kun je en in cultuur en samenwerking hebben we gesprekken gevoerd en die liepen uitermate goed. Maar je zou ook kunnen zeggen, het is helemaal niet zo gek dat twee partijen die willen blijven regeren, zoeken naar een oplossing om zo snel mogelijk naar een meerderheid te komen. Nou, dit is een oplossing, denk ik. Nee, absoluut. En dat is wat er gebeurt. Ja, maar dat is, daar heeft wat is daar erop tegen? Want dat is politiek. Dat is nou typisch oude politiek. Dat is dus het verschil tussen de oude politiek, VVD, D66. We willen niet van onze stoel af. We zijn bereid tot elk compromis als we die macht maar vasthouden. Dus de coalitie blijft dus gewoon zitten, hè, met het overgrote deel van die wethouders. En dan schuiven we er een nieuw splinterpartijtje bij. Een partij die nog geen 6 maanden bestaat. Die nog als partij geen prestatie in de raad heeft geleverd. En daarmee hebben we onze nieuwe werkelijkheid en nieuwe meerderheid gecreëerd.
En dat begrijpen kiezers niet. Nee. Het gaat niet over macht in de politiek. Daar zou het niet over moeten gaan. Het gaat over belangen. Ik heb het eerder gezegd, we hebben in deze stad hele grote opgaven. We hebben stijgende inflatie, stijgende rente, hogere energiekosten, een internationale rechtsorde. En daarvoor zegt u, zou je een bredere coalitie nodig hebben? Nee, daarvoor heb je partijen nodig die het vertrouwen hebben gekregen van de kiezer. Ja. Gaat u nou nog lekker door straks in de raad als BBA? Heeft u daar al over nagedacht? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Nee, ik denk dat er voor ons een hele duidelijke opdracht ligt. Als wij niet in het college zitten, dan zijn wij de grootste oppositiepartij. Zo zullen we ons dan ook daadwerkelijk opstellen. En ik denk dat er voor ons maar één oplossing is. Wij gaan de komende 4 jaar zorgen dat we de grootste partij worden hier in Amstelveen. Want dat is kennelijk de enige manier om met anderen aan tafel te komen om te zeggen, hoe kun je met elkaar samenwerken in het belang van deze stad. We spreken elkaar over 4 jaar zeker weer. Heel graag. Okay. Dankjewel. Dank u wel. En dan gaan we nu verder met een andere hoofdrolspeler uit de Amstelveense politiek van de laatste weken. Jacqueline Hucker van Goed voor Amstelveen. Een jaar geleden stapte ze op uit de fractie van Actief voor Amstelveen en ging ze verder onder de naam Lijst Hucker. Ze kwam met een nieuwe partij, haalde 2 zetels bij de verkiezingen en mag nu samen met VVD, D66 en PvdA een nieuw college gaan vormen. Mevrouw Hucker, welkom. Ja, vrijdag is dat bekend geworden. Heeft u meteen gejuicht? Ja. Ja, ik vond, ik wist natuurlijk dat de uitslag zou komen, maar wat het zou zijn. Was voor u ook een verrassing? Dat wist ik. Nou, ik heb er altijd wel goed gevoel bij gehad. En, maar ja, je weet het nooit in de politiek. Dus, dus natuurlijk was ik blij. En blij in de zin, ja, omdat zeg maar een nieuwe partij met een nieuw programma, daar beloof je ook wat aan de kiezers. Dus ja. dan is het fijn als je daar ook zeg maar wat meer invloed en steun van andere partijen bij kan hebben. Ja, wat zijn vooral de punten die u in dat nieuwe college wilt realiseren? Wat ik heel erg belangrijk vind is, ik wil dat er veel meer aandacht naar water gaat, waterkwaliteit. Nou, daar ga je als gemeente, heb je daar maar een kleine rol in. Hè? Dus lokaal kan je kijken van, hoe gaan wij de sloten, de vijvers en het water eigenlijk schoner maken voor het leven op en onder het water. Ja. Cybercrime is een hele bekende. Steeds meer criminaliteit, cybercriminaliteit natuurlijk. Dus daar willen we echt ook wel iets in doen. Ja. We willen heel graag zorgwoningen natuurlijk. En vergeet niet, er zijn een heleboel ouderen die in huis wonen. En daarin ben ik ook niet alleen. Natuurlijk zijn er ook andere partijen die dat vinden. Die wel willen verhuizen, maar die niet kunnen verhuizen vanwege de hoge prijzen. Of omdat er gewoon geen woonruimte is. Ja. Wilt u wethouder worden? Ja, dat is een vraag die je me stelt. Wat ik vooral belangrijk vind, is dat het college gewoon een goede samenwerking heeft met elkaar. Ja. En in welke constructie dat we dat gaan doen, ja, daar gaan we het eigenlijk nog over hebben. Ja, want er zijn 2 mogelijkheden. Ofwel je levert een wethouder als coalitiepartner, ja, of je doet dat niet. En dan gedoog je in feite zo'n coalitie. Nee. Is daarover gesproken? Zeg maar over gedoogpartner, maar dat wil ik niet. Hè. Dus dat betekent echt wel een volwaardig coalitie. Betekent partner. Dus dat u een wethouder wilt leveren aan zo'n Dat kan, maar daar gaan we nog over praten, want ik heb ook een hele nieuwe partij met een nieuwe fractie. En die fractie heeft in die zin ook nog niet zo het stuur in handen. Ik heb gelukkig wel Nachtjon, die ken jij ook natuurlijk, hè, die ook in de raad heeft gezeten. Maar we gaan, wat die constructie betreft, gaan we nog verder kijken. Dus kan maar u eigenlijk zegt, ik wil geen gedoogpartner zijn? Nee. Maar ik weet niet of ik een wethouder wil leveren. Wat is dan het alternatief? Nee, ik zeg niet of ik dat niet wil. Daar wordt nog over gesproken. Het gaat wel over een volwaardig coalitiepartner. Oké, okay. En dat kan met of zonder wethouder? Dat kan ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Goed, u blijft nog even zitten, want we hebben u eigenlijk uitgenodigd voor een ander onderwerp. En daar komen we zo nog even op terug. Het was in elk geval leuk, die eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad. En vooral ook omdat die vergadering vorige week begon met een optreden van de Kinderraad Amstelveen, die de raadsleden een 10-puntenplan overhandigde met zaken die volgens kinderen beter kunnen in Amstelveen. Het plan was vooral een vraag om meer. Zo gaat het blijkbaar in een rijke gemeente. Dus meer speeltuinen voor ouderen en gehandicapte kinderen, meer aandacht en geld om pesten tegen te gaan, meer buitenactiviteiten, groen en afvalbakken, aandacht voor veilig verkeer, meer armoedebestrijding, meer en beter onderwijs, meer uitjes voor school,
meer aandacht voor gezondheid en meer met ouderen. Wat je daar ook onder mag verstaan precies. En dan nog een paar goede ideeën, dus los van het 10-puntenplan. Volgens de kinderraad moeten er ook meer hang- en samenkomstplekken voor jongeren van de middelbare school komen. Meer plekken om graffiti te spuiten. Meer kunst voor kinderen in de stad en, niet te vergeten, leukere speelgoedwinkels. Het plan werd door kinderburgemeester Bana officieel overhandigd aan burgemeester Tjapko Poppens. En die beloofde dat de gemeenteraad het 10-puntenplan zou betrekken bij de plannen voor de komende 4 jaar. We gaan het zien. En dan even naar het raadsdebat voor de volwassenen. Die hadden vorige week zo midden in de formatie van een nieuw gemeentebestuur eigenlijk maar één groot onderwerp op de agenda staan. De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Ja, dat is andere koek dan verkeersdrempels, schoolzwemmen of de maximumsnelheid op de Beneluxbaan. De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, internationaal bekend als de Sustainable Development Goals, zijn 17 doelstellingen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn in 2015 afgesproken en ze vormen een soort actieplan voor de wereld als het gaat om de aanpak van armoede, klimaatcrisis, noem maar op. Ook een flink aantal Nederlandse gemeenten gaat ermee aan de slag, daaronder nu ook Amstelveen. Het is eigenlijk een initiatief van u ook. Hè? U heeft een motie ingediend alweer, denk ik, 1,5 jaar geleden. 2020. Samen met de Partij van de Arbeid, om je daarmee bezig te houden. Is dat voor een gemeente niet een veel te breed en te groot onderwerp? Nee, want de Sustainable Development Goals, hè, duurzame ontwikkelingsdoelen met die 17 doelstellingen, waaronder nog een heleboel 169 subdoelen. Ja. Dat klinkt heel erg abstract, maar in wezen is het eigenlijk een paraplu om te zorgen dat bepaalde terreinen op elkaar aansluiten. En het is juist de bedoeling dat je lokaal gewoon heel concreet en praktisch kijkt van wat je kan doen. U heeft gezegd, als gemeenteraad vorige week heeft u besloten, vanaf 2023 gaan we 3 thema's echt centraal stellen. Ja. In 2023 is dat participatie, dus betrokkenheid van burgers. Ja. In 2024 leefbaarheid, hitte, wateroverlast. En in 2025 inclusiviteit. Waarom deze onderwerpen? Ja, deze onderwerpen die zijn tot stand gekomen door de input van de andere fracties, dus de andere partijen. Dat hebben we met elkaar gedaan. En de partijen hebben daar punten aan gedragen waarvan zij vinden waar meer aandacht naartoe moet gaan. Of waar er waar beleid eigenlijk meer getoetst moet worden op duurzaamheid. Wat gaan de mensen in Amstelveen daar nou van merken? Dat de gemeenteraad zich met deze onderwerpen bezighoudt. Want we houden ons natuurlijk al bezig met participatie. We houden ons natuurlijk al bezig met leefbaarheid. Dus wat gaan ze daarvan merken? Hoe gaat u het doen? Als inwoner van Amstelveen ga je daaraan merken, is dat je er veel meer bij betrokken wordt. Dus dat je er veel meer over leest. Dat er veel meer uitnodigingen komen. Over dat onderwerp. Juist. En dat je merkt dat daar ook veel meer op gestuurd gaat worden. Ja. Want inwoners die hebben het recht om serieus genomen te worden. En participatie kan je op verschillende manieren kan je dat eigenlijk interpreteren. Ja. Dus het betekent ook bijvoorbeeld mensen met een fysieke beperking moeten ook aan alles mee kunnen doen. Ook dat is participatie. Ja. Kent u de website De Speld? Ja. Dat is een satirische website. Hè? Er stond deze week een heel leuk berichtje onder de kop. Kabinet: gemeenten moeten sneller alle problemen op aarde oplossen. En ik moest daar toch een beetje aan denken in het kader van dit onderwerp. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Want het is natuurlijk een heel grote ambitie. Hè? Het is een heel grote ambitie, maar daarom is het ook in taartpuntjes. Hè? Dus we hebben een taartpuntje participatie, leefbaarheid en inclusiviteit. Dat is nu gekozen. Hè? Dat hebben ook 4 studenten, 4 trainees van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die hebben ook meegeholpen om dat in kaart te brengen. En dan wordt er gekeken van in hoeverre is het beleid. Hè? Want we sturen al heel erg op duurzaamheid in Amstelveen. Daar zijn we echt goed mee bezig. Ja. Dus ook complimenten aan degene die in het college zit, die daar heel erg mee bezig zijn. En de mensen uit de partijen. Nog even een gemene vraag. Dit programma is vastgesteld in de week dat Goed voor Amstelveen ook mag deelnemen aan het nieuwe college. En u heeft zich daar hard voor gemaakt. Dat ook heel duidelijk in uw verkiezingsprogramma. Ja. Is dit nou eigenlijk het eerste cadeautje dat u als coalitiepartner mag openmaken? Dat dit programma wordt gehouden, of ziet u het zo niet?
Nee, dat zie ik niet zo. Want nee? De SDG's die liepen al een hele tijd. En dat moest een keer op de agenda gekomen. Dus dat het voor mezelf voelt als dat ik een cadeautje heb uitgepakt, dat is van een andere orde. Ja, ja. Ja. Goed. Dank u wel. Dank je wel. Oké. Wat speelde er verder de afgelopen maand? De ergernis neemt toe over de groeiende leegstand in Amstelveen. Van de appartementen in het nieuwe Bankrasstaten staat de helft leeg en dus nu bijna een half jaar na het gereed komen van deze nieuwe woontoren. Een rondje op Funda wijst uit dat voor sommige appartementen huren van 3000 tot 3500 euro per maand gevraagd worden. Burgemeester en wethouders willen spoedoverleg met eigenaar Rijsterborg Vastgoed en dringen aan op prijsverlaging of het beschikbaar stellen van woningen aan vluchtelingen uit de Oekraïne. Het duurt nog even voordat er duidelijkheid komt over de vraag of er 2500 nieuwe studentenwoningen gebouwd mogen worden in Kronenburg. De woningen zouden voor een deel in de plaats moeten komen van verouderde en leegstaande kantoren. Maar de inspectie Leefomgeving en Transport is er tegen, vanwege de vliegtuigen van Schiphol. De gemeente is tegen die afwijzing in beroep gegaan bij de Raad van State, die de kwestie op 15 februari heeft behandeld. En deze bestuursrechter zegt niet binnen de gebruikelijke periode van 6 weken een uitspraak te kunnen doen. Dat wordt waarschijnlijk dus half mei. De wachtlijsten voor zwemlessen in de Meerkamp zullen de komende tijd verder groeien. En het lijkt er niet op dat het gemeentebestuur daar veel aan kan of wil doen. Dat blijkt uit antwoorden van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van Eva Petit, gemeenteraadslid van Burgerbelangen Amstelveen. Zij maakt zich zorgen nu binnenkort het particuliere zwembad De Otter in Uithoorn wordt gesloten. We zouden graag anticiperen, zegt het college, maar pas op zijn vroegst in het derde kwartaal van 2024 komt extra zwemwater beschikbaar in de Meerkamp. En dan corona. Misschien bent u het al een beetje vergeten, maar zo zag het Stadsplein er ruim een jaar geleden uit, op een zaterdagmiddag. De gemeente kwam in maart 2020 met een lokaal coronafonds om Amstelveners, instellingen en ondernemers te helpen die tussen wal en schip dreigen te vallen. En van de 15 miljoen euro die werd gereserveerd, is nu ruim 9 miljoen uitgegeven. Het grootste deel ging naar maatschappelijke en culturele instellingen. En de verwachting is niet dat de financiële schade voor de gemeente nog veel groter zal worden. 1 of 1,5 uur wachten op een taxi of op een busje dat je met je rolstoel kan vervoeren. Dat is niet ongebruikelijk in Amstelveen. Sinds 1 januari wordt het zogeheten WMO-vervoer hier in opdracht van de gemeente verzorgd door Maastad Regiecentrale, MSC. En sindsdien zijn er bij de gemeente tussen de 100 en 200 klachten binnengekomen. Taxis die te laat komen of juist veel te vroeg, dat zijn een beetje de grootste problemen. Ook bij RTVA kennen we de verhalen. Zoals het verhaal van de vrouw van 88 die na een bezoek aan de fysiotherapeut een uur moest wachten op de WMO-taxi terug en toen van de vervoerder te horen kreeg dat ze misschien maar beter een gewone taxi kon nemen. Marijn van Ballengooien is als wethouder verantwoordelijk voor het WMO-vervoer. Hoe ernstig is de situatie volgens hem? Veel Amstelveners zijn echt afhankelijk van het WMO-vervoer. Bijvoorbeeld omdat ze niet mobiel zijn, dementie hebben of een licht verstandelijke beperking. En dan moet je erop kunnen vertrouwen. En we hadden sinds januari een nieuwe WMO-vervoerder, maar het is gewoon nog niet goed. Ik heb heel veel klachten gekregen van mensen die te laat zijn opgehaald of juist te vroeg. Het is ook niet goed als je te vroeg voor je afspraak weg moet. Dus dat moet echt beter. En ook de klantenservice was niet goed bereikbaar. Dus dat kan zo niet langer. Wat heeft u gedaan? Nou, we hebben de vervoerder gevraagd om met een verbeterplan te komen. Ze hadden daar 2 weken de tijd voor en ik heb het net binnen. Dus we zijn dat als gemeente aan het bestuderen. En in dat verbeterplan hebben we gevraagd, geef ons aan hoe dat nou beter gaat. Met op tijd komen en met de bereikbare telefoondienst. En kan het beter, denkt u? Ik denk het absoluut. Een pluspunt is dat we eigenlijk heel tevreden zijn met de chauffeurs. Want we hebben te weinig chauffeurs, maar de chauffeurs die we hebben, die werken echt keihard om de gaten dicht te lopen. En die krijgen natuurlijk als ze te laat komen ook soms de kritiek over zich heen. Die doen het denk ik prima. We hebben meer chauffeurs nodig. De vervoerder gaat nu ook onderaannemers aannemen. Dus dan heb je meer chauffeurs. Ze gaan meer mensen werven. Er komt een nieuwe manager. Ze gaan de klantenservice trainen. Dus ze hebben inderdaad heel veel plannen om de boel beter te maken. En we geven ze daar nu 30 dagen de tijd voor om dat beter te maken. Om te kijken of dat ook echt lukt. En hoe gaat u dat beoordelen?
We hebben wekelijks gesprek met de vervoerder. We kijken naar het aantal klachten. En we kijken ook naar de punctualiteit van de ritten. Dus of ze op tijd komen. En we kijken ook naar bijvoorbeeld de telefoonaanneemtijd van de telefoondienst en andere dingen. Dus we houden op allerlei punten vinger aan de pols. Maar we zijn ook nog steeds benieuwd naar klachten van Amstelveeners. Als zij iets meemaken wat niet door de beugel kan, vinden we het fijn als ze dat melden. Want we nemen alle klachten serieus en we gaan er echt iets mee doen. Veel gemeenten in Nederland blijken met dezelfde problemen te kampen te hebben. Taxivervoeren ziet te weinig kwaliteit leveren. En volgens deskundigen op het gebied van overheidsaanbestedingen is dat ook de schuld van die gemeente zelf. Dat zegt bijvoorbeeld het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit, een organisatie opgericht door werkgevers en werknemers in het taxivervoer. Al die gemeenten letten bij het gunnen van opdrachten voor het taxivervoer te veel op de prijs en nauwelijks op de kwaliteit die daarvoor wordt geboden. Is dat ook in Amstelveen gebeurd toen het contract met Maastad Regiecentrale werd getekend? Dat moet ik echt tegenspreken, dat is echt niet zo. We hebben juist hele sterke kwaliteitseisen gesteld in die aanbesteding, zoals dat heet. Wat voor eisen dan? Bijvoorbeeld over de aanneemtijd van de telefoon. We willen graag dat de mensen die met de telefoon bellen niet langer dan 20 seconden moeten wachten voordat de telefoon wordt opgenomen. We hebben afspraken gemaakt over of de ritten op tijd komen of niet. En omdat we ook denken aan duurzaamheid, hebben we eisen gesteld over het vervangen van de busjes voor elektrische busjes de komende jaren. Maar op het ogenblik kan de vervoerder nog niet aan die kwaliteitseisen voldoen. Dus daar zijn we met z'n over in gesprek. Het is dus niet zo dat alleen op de prijs gelet is? We hebben kwaliteitseisen voorop staan. En alleen aanbieders die aan al onze kwaliteitseisen voldeden, mochten meedoen. En in tweede instantie hebben we gekeken naar een goede prijs. Dat is ook belangrijk, want het zorggeld dat ik overhoud, kan ik weer naar zorg besteden. Voor de zekerheid hebben we na dit gesprek bij de gemeente toch maar even de documenten opgevraagd. Waarin precies staat beschreven hoe begin dit jaar een nieuwe vervoerder is geselecteerd. En hierin staan er inderdaad veel eisen waaraan zo'n vervoerder moet voldoen. Hoe ze met klanten moeten communiceren, dat rolstoelen in de auto's goed moeten worden vastgezet, noem maar op. Maar aan het eind staat ook iets anders. Bedrijven die aan deze criteria voldoen, worden maar op één punt vergeleken. En dat is de prijs die ze rekenen. En dus niet op de verhouding tussen prijs en kwaliteit. En als aanbieders alleen maar met elkaar concurreren op prijs, gaat het nogal eens mis met de kwaliteit. Dat zegt althans het Aanbestedingsinstituut. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Ons laatste onderwerp. We gaan het hebben over het Werkplein Amstelveen. Dat is een gemeentelijke organisatie die zich onder andere bezighoudt met het bemiddelen van werklozen naar een baan en een aantal andere activiteiten. Bij ons in de studio Wil Rode, burgerraadslid voor de SP. Jullie hebben in februari schriftelijke vragen gesteld omdat de zaken niet in de haak zouden kunnen zijn op het Werkplein. Wat is er aan de hand? Ik werd gebeld door een aantal ambtenaren. Die zich ontzettend veel zorgen maken over wat er gebeurt op het Werkplein. Nou, een en al oor natuurlijk, want ik ben natuurlijk al 4 jaar lang woordvoerder werk en inkomen voor de SP. En zij vertelde mij dat er zaken gebeuren die eigenlijk het daglicht niet zo goed kunnen verdragen. Nog erger is dat zij een aantal keren uitleg hebben gevraagd, maar in ieder geval melding hebben gedaan bij hun leidinggevende. Waarvan hebben ze een melding gemaakt? Ze hebben melding gemaakt van, dan moet ik het even goed verwoorden, van, ik had het zelfs opgeschreven, onrechtmatig handelen. En wat is dat dan in het geval? Nou, wat is nou onrechtmatig handelen? Je moet je voorstellen dat de ambtenaren die daar werken, die moeten mensen uit de bijstand of werkloos helpen aan banen. Nou blijkt het volgens de klokkenluider zo te zijn dat er een ambtenaar werkzaam is, of hij het nog is weten we niet, maar die heeft een eigen bedrijf. En dat bedrijf dat heet Werkspirit. Nou vind ik het één heel opmerkelijk dat ik nog nooit van het hele woord Werkspirit had gehoord. Een bedrijf wat dus door een ambtenaar is ingevlogen op datzelfde werkplein. Die verdient dus naast dat hij ambtenaar is, ook nog eens geld namens dat commerciële bedrijf waar hij eigenaar van ja, is. Je weet het dus niet zeker, hè? Je weet het niet zeker. Je hebt het als van een klokkenluider gehoord. Ja. Daarover heb je schriftelijke vragen gesteld. Precies. Onder andere de vraag van hoe gaat het eigenlijk precies met die aanbestedingen vanuit het Werkplein naar een commercieel bedrijf. En nog een flink aantal vragen. Er is eigenlijk geen antwoord op gekomen op die vraag. Nee, hoe kan dat? Nee, sterker nog, nou, wat heel bijzonder aan deze zaak is dat die ambtenaren die ons vertelden, we hebben heel lang aan deuren geklopt, maar de deur ging niet voor ons open. Dat nadat wij de schriftelijke vraag hadden ingediend, de burgemeester, of ik moet zeggen het college, die kwam met een brief dat er een open melding was gedaan door ambtenaren. Later bleek over dezelfde vermeende misstanden, maar dat het college een onderzoek laat uitvoeren naar de vermeende misstanden. En dan gaat het om financieel gewin. Uurtje factuurtje schrijven terwijl er amper gewerkt wordt, maar nog andere misstanden waar ik zo over zal vertellen. Dat onderzoeksbureau die heeft dus een opdracht gekregen
Drie dagen nadat, althans, dat is wat de burgemeester schrijft. Drie dagen nadat wij die schriftelijke vragen hebben gesteld. Oké, dus even voor goed begrip. Er wordt een aantal, volgens ambtenaren wordt er al een tijd geklaagd over de gang van zaken. Precies. Jullie stellen schriftelijke vragen. En vervolgens drie dagen later zegt de burgemeester, we kunnen die vragen nog niet beantwoorden. Want we hebben inmiddels een klokkenluider en we gaan een onderzoek doen naar de melding van die klokkenluider. En dat kan dus de hele tijd duren. Nou, het woord inmiddels, dat bleek niet zo te zijn. Er wordt aangegeven, er lag al een open melding. Net een paar, nou die week daarvoor zeg maar. Ja. Wat zijn de zaken die volgens jou nou aan de hand zijn? Nou, wat volgens ons is er veel meer aan de hand, maar als ik de melding zeg maar die de burgemeester laat onderzoeken, en dat weet ik, want ik heb gesproken met de onderzoekers op de Zuidas die de opdracht hebben gekregen. Wat zij gaan onderzoeken is dat zij moeten onderzoeken naar financiële wantoestanden, misstanden door Werkspirit. Maar wij hebben veel meer vragen gesteld over ook wat de ambtenaren ons hebben gemeld en onze eigen klokkenluiders. Zoals dat die werkmakelaars die voor Werkspirit werken, dat die ongecertificeerd zijn. En dat betekent dat het jobcoaches zijn zonder diploma, maar die ook mensen, zonder dat ze een arbeidsbeperking hebben, zorgen dat die bijvoorbeeld bij Albert Heijn of bij een ander groot bedrijf, multinationals in ieder geval, te werk worden gesteld als vermeende mensen met een arbeidsbeperking. Maar daar gaat heel veel geld in om in dat land van, van subsidies, want daar heb je dan mee te maken. Deze mensen moeten dan, zonder dat ze een inkomen hebben, moeten zij gratis werken, als vakkenvuller bijvoorbeeld, omdat ze een zogenaamde arbeidsbeperking hebben. Nou is inmiddels volgens jou heel duidelijk waar het onderzoek op gericht is, hè? Ja. Naar aanleiding van die klokkenluidersmelding. Jullie hebben schriftelijke vragen gesteld. Bij die schriftelijke vragen zijn ook vragen waarbij je denkt, ja, dat heeft niets te maken met die melding van die klokkenluider. Jullie dat vragen klopt. Bijvoorbeeld heel simpel, van hoe gaat het nou precies met zo'n aanbesteding vanuit de gemeente in de richting van Werkspirit? Daar wordt ook geen antwoord op gegeven. Nee, daar wordt geen antwoord op gegeven en dat vind ik dus heel verwonderlijk, omdat een commercieel bedrijf, dat hoort natuurlijk gewoon een aanbesteding op plaats te vinden. Nou, ik heb natuurlijk gezocht op Tendernet, maar er is niks gevonden. Sterker nog, ik heb ook geen enkele collegebrief kunnen vinden wat wijst dat er ooit een aanbesteding is geweest. Nee. En die vragen worden dus ook niet beantwoord. Nee. Hoe nu verder? Hoe nu verder? Nou ja, ik zit hier. Dat is één. Dat is één stap. Dat is één stap. En wat ik heel erg vind, en is dat ik door de forensisch onderzoekers ben bevraagd. Mijn fractievoorzitter Patrick Adriaans, die heeft natuurlijk aan de burgemeester het een en ander, niet off the record, maar wel verteld om wie het gaat. Want de klokkenluiders hebben namen genoemd. Ja. Dat ga je natuurlijk niet in schriftelijke vragen stellen. Nee. Maar er is ook aangegeven, luister, wij hebben nog meer informatie. Die willen we graag met het onderzoeksbureau delen. Ja. Dus ik heb ondertussen al een gesprek gehad met de forensische onderzoekers. Ja. Samen met een collega van mij. En wat werd jij daarbij gevraagd? Nou, er werd alleen eigenlijk gevraagd, wil jij de identiteit prijsgeven van de klokkenluider? En waarom zouden ze dat willen doen? Waarom zou je dat willen doen? Ja, of waarom ik dat wil doen? Ja, ik ga dat natuurlijk niet doen. Nee. Dat heb ik natuurlijk ook meteen gezegd. Maar waarom dat zijn zij er niet geïnteresseerd? Nou, zij willen heel graag het verhaal horen van deze klokkenluider. Ik zeg, nou, dat vind ik heel interessant dat jij dat vraagt. Maar je weet toch zeker ook wel dat ik dat natuurlijk nooit ga geven. Een klokkenluider is een klokkenluider. Ja. En waarom wil je eigenlijk dan niet van mij een verklaring op papier opnemen? Ja. Dat wilden ze niet. Wat gaat hier nou uitkomen? Zo'n procedure rond zo'n klokkenluider kan 3 maanden duren. Ja. En de uitkomst van zo'n onderzoek wordt waarschijnlijk niet eens gepubliceerd of bekendgemaakt. Ik kan het onderzoek waarschijnlijk al voor je uitschrijven. Omdat de opdracht is dat er moet gekeken worden of er financiële wanprestaties zijn. Ja. Dan zal er waarschijnlijk een aanbeveling komen. En die aanbeveling is dan, richt een klokkenluidersregeling in. Hoe kan het nou dat een ambtenaar een bedrijf heeft gehad? Nou, dat was al bekend. Dus dan zal de aanbeveling zijn dat de procedure moet worden aangepast. Maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat is, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dat is 1. 2. Waarom is de gemeenteraad nooit geïnformeerd? En 3. Waarom worden de andere misstanden die wij ook hebben benoemd niet onderzocht? Nee, oké. Okay. Dus dat betekent eigenlijk sowieso wordt vervolgd, maar wanneer weten we niet, hè? We hebben geen idee. Nee, goed. Dank voor je aanwezigheid. Graag gedaan. Dit was de 3e aflevering van Beslist in Amstelveen. Over een maand zijn we weer terug. Blijf kijken dus naar RTVA.